Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Mariliza en ik ga jullie meenemen door mijn Action shoplog. Dit is de eerste keer sinds we weer fysiek mogen winkelen dat ik in een winkel ben geweest, anders als de supermarkt. En ik vond het wel spannend. Ik moest sowieso eerst naar de Gamma toe, daar zal ik niks van laten zien, want zo spannend is het allemaal niet. Maar Brooke is binnenkort jarig, dus ik wilde haar kamer vernieuwen. Ze krijgt nieuwe verf op de muren, ze krijgt een paar kilantijn dingetjes. Dus dat heb ik eerst gehaald. Dus ik had eerst een afspraak bij de Gamma en aansluitend een afspraak gemaakt bij de Action. En het ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Je laat gewoon op je telefoon of uitgeprint zien dat je een afspraak hebt gemaakt, je afspraakbevestiging. En dan heb je gewoon zo lang de tijd en er wordt omgeroepen dat je tijd bijna om is en dat je naar de kassa moet. Voelde wel een beetje stressen, maar ik heb meer dan genoeg 2 boodschappentassen vol. In 20 minuten tijd. Dus we gaan er even snel doorheen. Zoals gezegd, Brooke is bijna jarig, dus ik heb even wat leuk cadeaupapier. Dus, want we kunnen natuurlijk niet echt haar verjaardag vieren. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk als het dan af en toe is. Of gedurende de dag. Maar even kijken hoeveel ik heb. Zo'n soort tasje kan openmaken waar een klein cadeautje in zit. Dat we daar de tijden op schrijven. Zoiets. Dus cadeaupapier voor de mini cadeautjes. Schilders, doekjes, kleintjes. Zitten er 3 in volgens mij. Hoe noem je deze dingen? Nou ja, dit zijn er 3. Heel kort. Vinden die kinderen heel leuk om op te kleuren en dan in te verven. Of gewoon überhaupt om te verven. Zoiets. Dus we hebben ook maar gelijk even verf gekocht. Dat heb je natuurlijk ook nodig. En ik wist niet meer precies. De meeste zullen wel op zijn. Ik vind dat wel handig om die kleine tubes te doen. Dus mijn bonnetje. Al onze knutselspullen waren ook op. Dus ik heb washi tape. En ik heb van die 3D hobbybloem plakdingen. Ja, dat nog meer. Ik heb van die hartjes. Er komt vast zeker nog meer zo uit de tas naar voren. Haar elastiekjes, want Brooke de haren worden ook heel erg lang. Plus die van Fleur, die zijn zo lang. Ik zelf gebruik deze niet. Ik heb andere, die zal je straks ook nog wel tegenkomen. Die waren ook allemaal bijna kapot. Dus nou, haar elastiek is altijd handig. Dit zijn glitter nagellak dingetjes voor Brooke van iHeartMyStyle. Het is echt heel erg leuk. Gewoon voor kinderen. Kost geen drol. Blijf ik echt niet lang goed, maar dat hoeft ook niet voor kinderen. Ik dacht dat kan een van de mini cadeautjes worden. Zonnebrillen. Deze zijn alle 2 voor Logan. Omdat het geen drol kost. En omdat ik dacht, ze raakt ze toch altijd kwijt. Dit is voor Brooke. Ik denk niet dat, misschien dat het een mini cadeautje wordt. En dat ik hier een leuke foto in doe. Maar ik vond deze super cool. Ze wil graag een LOL kamer. Een LOL surprise kamer. Dus ik denk dat we de binnenkant wel weghalen met een fotolijstje met gouden glitter. Is toch helemaal leuk voor zo'n kleintje. Dan krijgen we iets. Dit weten jullie nog helemaal niet. Dit is een hondenspeeltje. En dan denk je, ja, maar een puppy speeltje. Boris is geen puppy meer. We noemen hem nog wel een puppy. Maar dat is omdat we over een week, 9, 8, 9, 10 dagen krijgen we een nieuwe puppy. Een teefje. Een klein rottweilertje. Ja. Dus ik wil natuurlijk al heel erg lang een vriendje of vriendinnetje voor Boris. En nu vonden we er eentje, een nestje, wat niet gelijk de hoofdprijs vroeg. Want als je nu gaat kijken naar honden, dan doen ze allemaal heel hoog in te zetten daarop. Want iedereen is natuurlijk thuis aan het werk, dus we hebben allemaal tijd om een pupje op te voeden. Dus de prijzen zijn daarnaar. Maar goed, we hebben dus een teefje uitgezocht. En die komt de 28e. Nee, de 29e. De Brooke is 27 jaar, komt de 29e. En het is een meisje, dus ik heb wat puppy speelgoed gekocht. Want we hebben van Boris helemaal niks meer over. Ik deze gekocht. Deze verdwijnt ook helemaal in Boris' mond en die slikt hem waarschijnlijk door. Boris is natuurlijk hartstikke groot. Dus we hebben even wat kleiner speelgoed nu. En ik dacht, als ik dan toch bezig ben, doe ik gelijk roze. Deze ook. Deze heb ik bij Boris niet gebruikt. Maar dit is een indoor trainingspet. Boris was al bijna 10 weken toen hij naar ons toe kwam. En deze pup gaat net aan 7 weken zijn. Het is echt best nog wel vroeg om bij moeder vandaan te gaan. Maar het heeft te maken met de thuissituatie daar. Dat ze met operatie gedaan worden. Dus die mama is vies van joh. Liever even een klein beetje eerder. En dan jullie hebben toch ook nog een andere hond. Dan is het iets minder druk. Weet ik niet of we genoeg tijd gaan hebben om heel veel zinnelijkheidstraining te doen. Nou ja, we hebben wel de eerste tijd, maar ik weet niet hoe snel het oppakt. Als het al wat jonger is. Dus dit zijn er 5. Ik ga het gewoon proberen. Kost niks, dus prima. Een heleboel sokken voor mij. Deze uiteraard voor Pascal. Voor Brooke. Nog meer voor Pascal. Voor mij, want witte sokken, echt, vorige keer hebben ze allemaal schoongemaakt en daarna zijn ze allemaal verdwenen. Ik weet niet wat mijn wasmachine met de sokken doet. Voor mij, zullen we neerkomen. Nog meer knutselspulletjes, superleuk natuurlijk voor die kinderen. iPhone kabeltjes. Want ik weet niet waar die blijven, die eten ze soms ook op. Ik heb een nieuwe van deze. Ik heb als goed is 2. Ik heb ook nog een blauwe straks. Deze, dat zijn van die microvezel handdoeken die goed zijn voor als je de curly girl methode gebruikt. Dan kan je zien, ik heb het deze week niet gedaan. Maar ik vind het ook heel goed, want dan breekt je haar minder snel af met haar afdrogen. Brooke haar wordt nu steeds langer, dus dan probeer je dat goed te verzorgen. Plus dat Logan ook bezig is met de curly girl methode. En die slaapt echt op dit. Want dan blijft zijn haar nat en dan lig je hierop en dan is zijn haar 's ochtends minder pluis. Dus daar heb ik er dus nu ook één, anders dan vechten we om deze handdoek. Voor de puppy hebben we ook een roze bandje en een riempje. Nou is dit een medium, maar ik heb ook nog een small gekocht, want ze kost 1,50. En aangezien de puppy vrij snel groeit en heel klein is in het begin, leek me dat verstandig. Klein, wordt zeer klein, hartstikke leuk voor die kinderen. Als het droog is kunnen ze het verven. Ik vind het natuurlijk helemaal geweldig. Nog meer washi tape. Hondensnoepjes. Omdat, ja, normaal gesproken haal ik alles bij de Groenrijk, ook voor Boris. En nu kan dat. Ja, moet je ook op afspraak doen. Dus misschien dat nog wel doen. Maar hondensnoepjes dus. Zonnebrillen voor Brooke. Helemaal leuk. Googly eyes. Lijm. Dit is waarschijnlijk een cadeautje voor Brooke. Dat is een LOL horloge. Ik vind ze vast wel heel erg leuk. Haar grote cadeau gaat dus inderdaad een nieuwe kamer worden met een nieuw bed. Maar dit zou dan zo'n klein cadeautje kunnen zijn. Dit is ook voor Brooke. Ik dacht, hoe het zo zetten we dat zo leuk op haar nieuwe nachtkastje. Want ze krijgt ook een nieuw bed. Dus dat is dan leuk. Of dat een cadeautje gaat worden. I don't know. Nog meer tandpasta. Tweede tas. We zijn er bijna. Ik heb een heleboel van dit soort cadeautasjes gekocht. Want die kosten ook 40 cent of zo per stuk. Nee, dan hoef ik daar in de winkel niet uit te zoeken welke tasje ik nodig heb voor welke cadeautjes. En ja, die komen toch echt wel een keertje op. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd hoeveel cadeautjes ik precies had meegenomen uit de winkel. Dit is de kleine bandje, het kleine bandje. Nee, net andersom zeker. Hallo. Dit is het smalle en dit is het grote bandje. I don't know. Dit zijn de haarelastiekjes die ik wel gebruik. Dus dat zijn echt... de Infinity rubberen bandjes, zeg maar. Nadeel is wel dat die best wel snel uitrekken. En als je ze eenmaal in kokend water hebt gelegd om ze kleiner te maken, dan merk ik dat ze niet meer zo heel sterk zijn. Dus dan breken ze gauw af als ik flink bezig ben. Ik heb deze tegen bij het make-up gedeelte, ook van LL. Het zijn wat clipjes en een armbandje en een sleutelhandje en elastiekjes. En dat vindt ze vast ook wel leuk. Tandpasta. Een kouspeeltje voor de hond. Ook leuk. Nog meer elastiekjes. Nog meer sokken. Veel meer sokken zelfs. Deze zag ik ook. Dat zijn van die hele kleintjes, maar dan voor kinderen. Hè? Van die elastieke bandjes. Nou, ik weet niet of Brooke de haar al dik genoeg is, maar die van Fleur misschien wel. Dat is prima. Nog meer cadeautasjes. Helemaal leuk. Time to shine en time to sparkle. Good stuff. Good stuff. I love you. Stickers. 3D stickers. Plakkerdingetjes. En dit soort dingetjes. Filterstickers. De blauwe microvezelhanddoek. Bordjes. Ook voor Boris gewoon. Ik denk dat Puppy die nog niet echt mag. Tandpasta. Lijm. Nog meer stickers. Prinsessenstickers. Dierenstickers. Paardenstickers. Dierenstickers. Een reiskussentje. Ik denk dat dat wel een cadeautje hoort. Brooke weet dat we proberen volgend jaar op vakantie te gaan. En dan moest in het vliegtuig, dus dan is deze misschien wel leuk. Kamerplantvoeding, want anders kan al mijn planten dood. Hello Kitty stickers. En dat was het. Ik ben er doorheen gevlogen, maar ik dacht, anders wordt die zo lang. Het was in totaal €89,59. Dat was een heleboel. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n grote Action haul heb gehad. Ik ben er doorheen gevlogen. Maar ja, het moest wel eventjes, want het was superveel. Ik hoop dat jullie er weer inspiratie hebben uitgegaan. Ga zeker ook weer winkelen, want het was echt, het viel alles mee. Dit heb ik allemaal in 20 minuten kunnen kopen. Een heleboel. Gelukkig had ik wel een lijstje. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals het was gezien, jullie dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende. Bedankt voor het kijken. Doei doei!